got. Success. And that's what I'm smoking and feel. Success is the best, son. Voel mij goed. En nu? Nou, de battle was al lang on, maar nu gaan we het intensiveren natuurlijk. In Wanica hebben we om 8:00 onze kandidaatlijsten ingediend. Dat is ook vlot verlopen. We hebben net bij Paramaribo dat ook ingediend. Veel succes. Uitzonderlijk is het ons wel gelukt om een balans te brengen in onze lijsten tussen vrouwen en mannen. We hebben in Paramaribo 8 vrouwen en 9 mannen. We hebben in Wanica 3 vrouwen en 4 mannen. En ik denk dat dat percentage niet gehaald zal kunnen worden door een andere politieke organisatie. We hebben nu alle stukken ingediend voor de kandidatenlijsten. Dus nu gaan we hard werken. En u veel succes te wensen. Houdt u uw campagne alsjeblieft vrienden. Wat is het maximale waarvoor aan uw combinatie gaat? Wij gaan voor minimaal 3 zetels en maximaal 5. En Paramaribo, Wanica, Para, Brokopondo en Sipaluwini. In de huidige fase hebben we besloten Paramaribo alleen op DNA. Er zijn denk ik wel drie resortraten waar we wel enkele kandidaten hebben. In tegenstelling tot Para bijvoorbeeld. Para hebben we wel elke resort een vertegenwoordiging. En in Sipaluwini en Marowijn hebben we ook vertegenwoordiging in enkele resorten. De resorten weg naar zee wel gelegen. Tamega, Flora, Latour, Livorno, Pontbeuten, Centrum en Biekhuizen. Sowieso verwachten we een para zetel, dus ik denk dat een para wel heel sterk voor de dag zullen komen en dat we dan minimaal 1 zetel zullen behalen. In Paramaribo zijn we heel erg groeiende, heel sterk groeiende, dus Paramaribo kunnen we zeker verrassen met een zetel. En Marowijne gaat een harde strijd worden en Sipaluwini gaat een harde strijd worden. Maar de mensen die we daar achter ons hebben staan zijn ook vol goede moed. Succes toegewenst.
rest mij nog u aan te bieden de aanbieding en u een fijne campagne toe te wijzen. Houdt u alsjeblieft alles vredig en laten we een gezonde campagne hebben. Ik dank u. En voorzitter Botaki, nami dei, nami dei, nami dei, tide. En natuurlijk heel veel mensen vragen, what next? En ik zeg, de campagne gaat de laatste versnelling in, full out. En ik had wel gezegd, inauma winimie, inauma winimie, inauma winimie. Laten wij allemaal instrumenteel zijn om het grotere belang binnen te halen. En het belang is dat de NDP terugkomt. Terugkomt om het grotere belang te dienen. God zegen ons allen, God zegen Suriname. We gaan vandaag altijd. We denken dat we met heel wat zetels binnenkomen. En ik weet dat mensen altijd heel concreet willen weten wat de aantallen zijn. Maar ik vind 7 een mooi aantal voor Doe. Dat betekent dat Doe of gaat voor het vicepresidentschap of voor het presidentschap? We hebben dat ook al gezegd, dat wij mensen hebben die beschikbaar zijn daarvoor. Ben je daarvan? Ik ben zonder meer beschikbaar, dat heb ik ook in de partij gezegd. En het congres heeft er geen problemen mee. Dus als ik moet gaan, als ik op de lijst geplaatst word om als presidentskandidaat aan te treden, dan willen we dat doen, ja. Omdat we geloven dat we in staat zijn om een goede job te verrichten. Hopen op een vredige campagne. Alle succes toewijzen, u ook. En we hopen dat het een leuke campagne wordt. Iedereen vrede, we zijn broers en zusters. En wat zijn de stappen die VC voor nu zal ondernemen? Nou, wij gaan door met de campagne natuurlijk. De buurt bezoeken, de massameetings, de activiteiten waarmee we de boodschap van de partij kunnen overbrengen naar de samenleving, vooral de zwevende kiezers, om ervoor te zorgen dat die de bewuste keus maken, maar ook de boodschap brengen naar mensen die anders dachten. Die dachten dat ze hun stem misschien op een andere partij zouden uitbrengen. Als we ze de boodschap van V7 overbrengen, dan weten we, dat zijn we ervan overtuigd, dat zij een goede keus zullen maken op 25 mei aanstaande. En dat is hun stem uit te brengen op V7. De NPS in Paramaribo of de VC zelf? Nou, als we kijken naar de NPS natuurlijk, wij gaan voor het maximale, we hebben 6 plaatsen. Je gaat ervoor natuurlijk altijd om alle 6 in te vullen, maar we zitten in combinatie en we gaan ervoor nogmaals maximaal V7 te halen. Dus als we 10, 12 kunnen halen, dan zit het goed. In de campagne. Ik dank u. 2 minuten voor 2:30 nodigen wij Megafront uit om zijn stukken aan te bieden. Succes toegewenst. 3:15 nodigen wij Ping uit om zijn stukken in te komen leveren. Ja, we heten u welkom. Net op de valreep. Machtiging. Een van de namen is niet correct. Dit is niet volledig.
Hier hebben we alleen een uittreksel. Heeft u de lijsten van de RR-leden? Maar u heeft de regel, omdat u zit binnen om in te dienen. Als u iets niet heeft om in te dienen, dan moet ik u verwijzen om met alles terug te gaan. En u heeft de tijd gewoon niet. Het is 3 uur. De politie moet daar afsluiten. Wat mis is gegaan is dat wij dus dat wij heel wat administratieve zaken in orde moesten maken. En we waren een beetje, we zaten krap met de tijd. Voor wat betreft de kandidaten. En daardoor hebben wij dan in die rush hebben wij die ene lijst op kantoor gelaten. Welke lijst precies? Die verzamellijst van die DR en RR-leden. Die kandidatenlijst wel kunnen indienen. Maar die DR en RR-leden zijn wel op die stick. Dan gaan we de DNA-lijst. Voor de rest van de resorten heeft hij dus niet ingediend. Op DR en RR-niveau. Dat gaat het voorlopig even moeten zijn. Hè. Hoeveel kandidaten heeft u in Paramaribo? We hebben 14. Waren er 14? Ik denk dat het 14 zijn, ja. 14, ja. 14 waren er, hè. Ik weet ook niet meer, maar dat 14 denk ik, ja. Wie is de lijsttrekker? Dat ben ik zelf. U heeft ingediend alle relevante stukken en bij de kandidaten, de stukken voor de kandidaten, heeft u alleen ingediend op DNA-niveau. Is dat correct? Correct. Staat uw droom nog overeind om president te worden, meneer? 100%. Ik ga nog steeds voor het presidentschap. Mag ik u succes toewensen? U ook succes toewensen? En dit is uw bewijs dat u hier uw formaliteiten heeft gedaan. Ik wens u alle succes toe, eerlijk. Maar ik vraag ook dat er rustige en vredige verkiezing voor u wordt.